Er zijn dit jaar al 600 Afrikaanse bootvluchtelingen om het leven gekomen bij de oversteek van Marokko naar Spanje. Je kunt Spanje al zien liggen. Vanuit Noord-Marokko is de oversteek maar 14 kilometer, maar wel gevaarlijk dus. En in Marokko zelf heb je twee Spaanse enclaves, Ceuta en Melilla. Als je daar weet te komen, dan ben je ook op Europees grondgebied en kom je dus in Europa asiel aanvragen. Maar om dat te voorkomen, worden die enclaves streng beveiligd. Zo ziet onze correspondent Olaf Koens. We rijden door het noorden van Marokko. Spanje en dus Europa is op steenworp afstand. Maar makkelijk om daar te komen is het niet. Je ziet overal politie, je ziet douane, het leger is hier aanwezig. Er zitten hele hoge hekken omheen. Om de 100 meter staan er beveiligers bij. Dus met geen mogelijkheid dat je ook nog eens van hier die kant op komt. Zou je denken, maar toch gebeurt het. In gammele bootjes of door over hekken te klimmen komen Afrikaanse migranten Spanje binnen. Dat hek, dat staat hier, om de Spaanse enclave Ceuta. En is dit misschien wel een van de belangrijkste Europese buitengrenzen geworden. Daar, aan die kant, is Marokko. Hier Spanje. En je ziet een enorme toename van migranten die vanuit Marokko naar Spanje komen. Maar het feest duurt niet lang. Eenmaal hier is het wachten, of op een officieel asiel in Spanje, of op een tijdelijke status waarmee je gewoon naar Spanje mag reizen. Om de tijd te doden wordt er gevoetbald. Prends du temps, je expose mon esprit encore. Quand je parle là-bas, je suis monsieur Manuel. Hij wil naar Frankrijk, naar Duitsland of andere rijke Europese landen om geld te verdienen. Inshallah, inshallah, je voulais partir en Europe, c'est ça que je voulais. De oversteek is gevaarlijk, de stroming sterk. Maar de lokroep van Europa is nog sterker. En wie hier is, is er al bijna. Olaf Koens, RTL Nieuws, Ceuta.